Ze van die Belgen helemaal uit Marokko. Vind ze fantastisch. Evert en Yusuf zijn de volgende. Evert en Yusuf. Evert heeft een echt cowboypak aan uit Amerika. Een Amerikaans cowboypak. En Yusuf, zijn moeder had speciaal nog Afghaanse kleren meegebracht. Maar hij wou toch echt liever een piratenpak aan. Uit de Caribië. Evert en Yusuf, maak maar een buiging. Jullie hebben het goed gedaan. Twee kinderen, speciaal. Hij was eigenlijk ziek, maar speciaal voor de modeshow is hij toch op school gekomen. Joe en Jelena, kom maar. Joe en Jelena. Joe heeft een echt Chinees pak aan. Zijn moeder die... Hebben jullie dat gezien? Komt uit China. Jullie zien er prachtig uit. En Jelena, die heeft een Japanse jurk aan. Draai maar een rondje, Jelena en Joe. Jullie mogen een rondje draaien. Allebei voor jullie. Het ziet er prachtig uit. En de volgende kinderen zijn niet Stijn en Jim Lano, maar Siske en Jim Lano. En Jelena had een Mexicaanse hoed mee, maar meester Rick moest de hoed opzetten. Dus meester Rick die loopt ook even mee om de kleren te showen. Draai maar een rondje, jongens. Draai maar een rondje. En geef een grote buiging. Super buiging. En dan hebben we speciaal uit de flikkerklas, Safa, die wou heel graag meehelpen met de modeshow. En zij hebben speciale kleren helemaal uit Spanje. Een Spaanse jurk en een Spaans pak. Mohamed en Safa, kom het maar laten zien, daar komen ze aan. En ze hebben klippertjes in de handen waarmee ze echt op kunnen dansen. Dat noem je castagnettes. Echte castagnettes. Goed zo, Safa, je draait mooi rond. Mohamed, draai mooi rond. En dan als laatste Amira en Younes. Ook zij hebben speciale kleren mee uit Marokko. Amira en Younes, kom maar. Jullie mogen je kleren laten zien. Een prachtige jurk van Amira. Mooi. En draai maar een jurkje. Younes, kom maar. Ik zei tegen jongens, wat heb je een mooie jurk mee? Nee, zeg jongens, dat heet niet zo. Vertel eens, hoe heet deze prachtige kleding die je aan hebt? Abaya. Abaya, uit Marokko. Heel goed applaus voor alle kinderen. Ze komen nog één keer kleren aan uw show. Aan uw laten zien. Maak een diepe buik. Yusuf heeft toch nog even de Afghaanse kleren aangetrokken. Uit Afghanistan. Groot applaus voor je.